Afsluitend voor de Week van de Helden in het afval en groen stond er bij de DAR in Nijmegen een foodtruck klaar voor alle werknemers. Een wethouder van Beuningen en de directeur van de NWRD gaven een korte toespraak, terwijl de groene helden genoten van een broodje kip. Nou, DAR is voor Nederland heel belangrijk, omdat DAR een van de beste afvalinzamelaars is en inspiratie is voor de rest van de branche in Nederland. Maar DAR is in het speciaal ook heel belangrijk voor het Rijk van Nijmegen, omdat we met DAR ervoor zorgen dat onze straten schoon blijven, dat we op een goede manier afval inzamelen, gescheiden. En daarnaast zijn het hele positieve mensen die onze inwoners helpen om de wereld een klein beetje beter te maken. Deze week zetten we ze extra aan het zonnetje om te laten zien hoe belangrijk wij als gemeente Beuningen, maar ook als regio Rijk van Nijmegen, het werk waarderen wat de mensen dag in dag uit voor ons doen. Wie ook het werk waardeert wat DAR dagelijks doet, is directeur Wendy de Wild van de NWRD. De Week van de Helden in het Afval en Groen is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Zoals de DAR zijn er heel veel organisaties in Nederland. En zonder de DAR zou Nederland er niet zo mooi bij liggen als het doet. De DAR zorgt ervoor dat de straten schoon zijn, dat de stad schoon is, maar ook dat al die grondstoffen die onze inwoners afdanken, dat die netjes en goed en kwalitatief hoogwaardig kunnen worden gerecycled. Wij als NWRD hebben dit initiatief bedacht in 2020, omdat we vinden dat Nederlanders zich wel wat meer bewust mogen zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat al deze mensen, vakmensen, ontzettend belangrijk en waardevol werk verrichten. En het leuke is, we merken ook dat de mensen zelf iets meer beginnen te wennen aan het feit dat we ze één keer per jaar held noemen.